Mijn naam is Alejandro Chávez, educatieve medewerker bij Cosmodroom KTFN. De vorige keer hebben we u getrakteerd met een lezing over de Hubble-telescoop in het kader van het 30-jarig jubileum van deze mooie instrument. Cosmodroom wil u verder in tweede en in derde lezing aanbieden. In de vorige lezing hebben wij gesproken over het ontstaan, de geboorte van de Hubble-telescoop. Over de drama's en de vreugde van gedurende het traject van dit project. Ik had u verteld bijvoorbeeld dat de spiegel, de grote spiegel van de Hubble-telescoop, niet goed geslepen was, waardoor de beelden die de telescoop opnam, troubelachtig waren. Gelukkig is allemaal goed in orde gegaan en nu kunnen we genieten van deze mooie, prachtige beelden uit de ruimte. Laten we beginnen met onze lezing. Nu gaan we praten meer over de telescoop op zichzelf. Over de Hubble telescoop, Hubble Space Telescope. Hier heb ik u in deze dia een paar gegevens genoteerd. U hoeft niet bezorgd te zijn, want ik ga verder. We hebben een tweede dia, waar ook een beetje tekst misschien is, maar verder alleen maar beelden en gaan we daarover praten. Want eigenlijk we kunnen het liefst genieten van deze mooie beelden. Maar even om als herhaling, de Hubble-telescoop is een telescoop zo groot als een schoolbus. Ongeveer 13 meter lang. En die is gepositioneerd in 1990, 24 april 1990, gebracht met de Shuttle Discovery en gepositioneerd op 600 kilometer ongeveer boven ons hoofd. Kunt u zich voorstellen? Dat is ver, maar voor astronomische afmetingen is eigenlijk niet zo. De Hubble-telescoop is relatief dicht bij de aarde, maar ver genoeg om het probleem van de atmosfeer, van de lucht, te vermijden. Wat voor probleem is dat? Dat de telescopen die gebruikt worden hier op aarde, hebben het probleem dat het zicht van het heelal is niet altijd goed, omdat de lucht daartussen kan het beeld vertroebelen. Of zelf onmogelijk maken om die te waarnemen. Het gewicht van de Hubble is 11 ton. Laten we zeggen, als je een auto weegt in ton, 1000 kilo, 11 auto's zweven rondom de aarde. Het gewicht bedoel ik. De Hubble-telescoop heeft een grote snelheid, zo'n 8 kilometer per seconde. Met andere woorden, die omsingelt de aarde, een race rondom de aarde in min of meer anderhalf uur. En zoals gezegd, heeft een spiegel van 2,4 meter. En dat is ongeveer van een gewone de afstand van de vloer naar de plafond van een gewoon huis. U ziet hier op het beeld de Discovery, de shuttle. Op de rug van de shuttle werd de Hubble naar de ruimte gebracht. Daarna met een arm voor de Hubble, 11.000 kilo, uit de shuttle gehaald en in de ruimte gezet. Het heeft een dag geduurd totdat de Hubble werkelijk op de juiste baan was en de juiste positie. Daarna nog een aantal dagen totdat de onderdelen van de Hubble uitgeplooid konden worden. Een van deze onderdelen is bijvoorbeeld in de zonnepanelen. En hier ziet u een mooi beeld van de Hubble-telescoop die op dit moment zweeft rondom de aarde. Af en toe moet de Hubble-telescoop onderhouden worden. Dan werden, maar nu gebeurt helaas niet meer, de shuttle-programma's van de NASA die zijn niet meer, is geannuleerd. Er zijn geen shuttles meer die naar de ruimte ingestuurd worden.
Maar er zijn een aantal keren dat de shuttle, de telescoop, de Hubble telescoop bezocht is door astronauten om apparatuur te vervangen, om de spiegel te verbeteren, dat probleem op te lossen. Maar ook omdat de telescoop die presenteert soms ook mankementen. Bijvoorbeeld de omhelzing, de hoes, zeg maar, de buitenkant, buitenhuid van de telescoop, die had een aantal krakelingen. Het is eigenlijk de hoes, zeg maar, van de telescoop is gemaakt van teflon met een laag aluminium boven. Het is een sterk materiaal, maar desondanks werd dus presenteerde scheurtjes. En zo is de Hubble telescoop een aantal keren bezocht door astronauten en moest onderhoud worden. Helaas, de Hubble telescoop is een oude telescoop en zal niet meer lang duren totdat hij terug naar de aarde komt, instort en in de atmosfeer zal verpulverd worden. Het is nog onzeker wanneer dat zou gebeuren, maar laten we niet daarmee bezig zijn op dit moment, maar genieten van de beelden die de telescoop heeft gestuurd. Wij gaan praten heel kort over een paar theoretische zaken, zodat u later beter kan begrijpen en volgen. Dat u ook met andere ogen naar de foto's kan kijken en ook genieten werkelijk van wat in de foto's te zien is. Gaan we terug naar onze dia. De Hubble telescoop heeft een aantal wetenschappelijke apparatuur. Bijvoorbeeld heeft een spectrometer en dat is een apparaat die het licht opvangt en de verschillende gebieden van het lichtspectrum kan herkennen. Bijvoorbeeld, elk materiaal heeft een bepaalde kleur, het zij gas of metalen of wat dan ook, vloeistof, maar die heeft in ieder geval bepaalde licht die uitstraalt. En deze apparatuur die kan die herkennen. En daarna wordt informatie naar de aarde gestuurd. Weer een ander apparaat zijn de camera's. U ziet de astronaut die een camera positioneert. Dat is een gyroscoop. En de camera is aan de andere kant. De gyroscoop is heel interessant. U ziet ook in het midden een gyroscoop of gyroscoop. Het is een apparaat die stabiliseert de Hubble telescoop. Laten we zeggen, als de Hubble telescoop naar links neigt te draait, de gyroscoop zorgt voor gewicht aan de rechterkant, zodat de Hubble telescoop stabiel blijft. En zo zijn een aantal gyroscopen geplaatst in de Hubble telescoop. Dan kunt u zich voorstellen, een keer dat de telescoop in de ruimte gepositioneerd is, dan gaat die met hoge snelheid rondom de aarde, maar niet stabiel, maar begint te draaien telkens gedurende de reis rondom de aarde. En dan zou onmogelijk zijn om de ruimte te waarnemen. Nou, sterrenstelsels, planeten of sterren. Dus de telescoop moet stabiel blijven. En dat zorgt de gyroscoop hiervoor. Stabiliteit. De Hubble telescoop heeft ook een andere apparatuur. En dat is een camera die een bepaald gebied in het heelal kan herkennen. En daarop blijft focussen. En dat is een camera die zoekt in bepaalde specifieke plaats in het heelal. En soms wordt gebruik gemaakt van bepaalde sterren, herkenbare sterren, die werken als het ware als vuurtoren. Je weet, als de schip komt en zoekt land, een schip aan zee, en die ziet de vuurtoren, en dan kan die weten dat die daar naartoe moet zeilen.
Heel kort om te begrijpen wat het lichtspectrum is. Want waarnemen is niks anders dan observeren, kijken. Wij kijken met onze ogen bepaalde kleuren, maar het licht is meer dan wat wij zien. Wij zien alleen een klein gebied van het hele lichtspectrum. U ziet hier een gekleurde lijn in het midden, een beetje meer naar links. En dat is het gebied waar wij zien. We zien kleuren van rood aan één extreem, aan de andere extreem is blauwachtig en violet. Verder dan dat is de ultraviolet, dan kunnen we niet zien. Sommige vogels bijvoorbeeld hebben wij, we kunnen wel zien ultraviolet. Daarom hebben ze een mooie veren om die met lichtinval veranderen van kleur. Maar goed, los daarvan. De andere kant, rode, voorbij de rode. En wat wij ook niet kunnen zien is infrarood. En er zijn apparaten zoals militaire camera's die, of van de politie, die zoeken soms iemand die vlucht voor een misdaad of wat dan ook. En dan kan de warmte van die persoon herkennen. Dus, maar wij zelf kunnen we niet. De Hubble-telescoop kan dat. Maar wel binnen de infrarood alleen een gedeelte. En daarom zal later de Hubble-telescoop vervangen worden door een andere, de James Webb-telescoop, die meer gespecialiseerd is om in de infrarood te kijken. En infrarood is belangrijk omdat de meeste voorwerpen, objecten in het heelal, die heel ver zijn van ons, die stralen uit infrarood licht. Of het licht die zij uitstralen, komt naar ons toe in de vorm van infrarood. Omdat zo ver zijn dat het licht die golvend is, die krijgt langere golven en gaat in de spectrum van de infrarood. Dat kunnen we niet zien, maar via de Hubble-telescoop kunnen we enigszins dat zien. Zoals ik zei, sommige elementen hebben, elk element heeft een bepaalde licht uitstraling binnen het lichtspectrum. En zo heeft u bijvoorbeeld, als de Hubble-telescoop ergens naartoe kijkt, de spectrograaf kan analyseren dat er helium is met een bepaalde golflengte binnen het lichtspectrum. En zo ijzer, argongas, nikkel en andere elementen. Zuurstof, stikstof en waterstof. Zij hebben ook een eigen golflengte binnen het lichtspectrum. Ook iets belangrijks. Wij zien prachtige kleuren, mooie foto's van de Hubble-telescoop, of die door de Hubble-telescoop genomen zijn. Maar eigenlijk, de Hubble-telescoop, die ziet meer in zwart-wit of grijs. Als het beeld wordt opgenomen, wordt die in een computer opgeslagen, gestuurd naar de aarde, en op aarde wordt gedecodeerd en dan wordt herkend de verschillende golflengten van het lichtspectrum. En dan weet men welke kleur hoort bij bepaald element. En de Hubble gebruikt soms meerdere camera's om te zien objecten die, laten we zeggen, meer röntgenstralen uitzenden, andere infrarood, andere ultraviolet, en ook de elementen zelf, de gassen, worden herkend, en dan kan met hulp van computer de kleur gegeven worden. Dus deels kunt u zeggen is een beetje kunstmatig, maar deels ook weer niet, omdat toch gebaseerd is op wetenschappelijke feiten. Wat was het hoofddoel van de Hubble-telescoop?
grootste vraag was wat de oorsprong van het heelal is. Wanneer is die begonnen? En wij hebben twee beroemde personen die daar zich daarmee bezig hielden. Namelijk de heer Hubbel en de heer Lemaître. In België, een priester, die studeerde in astronomie. En die heeft dus ontdekt, theoretisch tenminste, dat het heelal tussen 10 en 20 miljoen jaar lichtjaar geleden was. De heer Hubbel had ook dezelfde bevindingen. Maar het belangrijkste was dat zij hadden gemerkt dat de sterren, het heelal, niet statisch was, maar die bewoog. En die elementen, de objecten, sterrenstelsels, sterren, die gingen verder uit elkaar. En dat was dus een belangrijke ontdekking. In de tijd van de heer Hubbel werd alleen gedacht dat het heelal was wat wij nu de Melkweg kennen. Dus ons huis, onze sterrenstelsel, de Melkweg. Maar dan zei de heer Hubbel, is later in andere sterrenstelsel ontdekt, namelijk Andromeda, die een zustersterrenstelsel is en die heel verder is dan onze sterrenstelsel, Melkweg. Laten we even kijken terug naar onze dia. Dus de theorie van de heer Lemaître was dat als wij zien dat alles uitdijt, sterrenstelsels die reizen verder uit elkaar, dan kunnen wij ook dus reconstrueren, zodanig reconstrueren, dat wij teruggaan naar een punt wanneer alles begonnen is. En dat is de theorie van de Big Bang. Dit is ook heel belangrijk, donkere materie. Want de Hubbel heeft ons geholpen om ook dat te begrijpen. Om beter te begrijpen, want het is nog heel veel onbekend. In principe is het een theoretisch concept. We zien in dit, op de foto ziet u daarin, dat er een cluster is van sterren, sterrenstelsels, maar alles blijft min of meer geclusterd samen. Waarom gaan de sterren aan de buitenkant niet weg? Dus men dacht, er is een kracht die dat dit alles zo een beetje bij elkaar houdt. Een andere postulaat is dat als de ruimte uitdijt, dus groter wordt. Wat maakt dat groter wordt? Want als er een vaste materie is, dan moet er alleen maar een materie bijkomen om die groter te laten maken. U kan zich voorstellen alsof u rijst bakt, brood. Maakt de massa en u dacht, laten we rozijnen gebruiken. Maak je massa, brood, rozijnen erin. Je mengt dat, zet je in de oven. En dan gaat u zien dat je brood rijst, groter wordt. Stel je voor dat de massa was eerst het begin, later het universum, brooduniversum. Als wij daar doorsnijden, zien we dat de rozijnen overal aan zich hebben verplaatst. Of geduwd. Dat zijn bijvoorbeeld de sterrenstelsels, om een analogie van te maken. Maar om meer ruimte te hebben, zei men, dan is dus in materie bijgekomen. Of is die materie al daar geweest en plotseling is die actiever geworden. Er is intussen iets meer bekend, wel veel nog onbekend, maar toch. Dankzij de Hubble-telescoop begrijpen wij beter, omdat de Hubble-telescoop heeft foto's genomen, zoals in dit geval de cluster, maar ook andere foto's die zo gaan we zien.
U ziet aan de rechterkant in grafiek waar staat dat 74% van de donker energie eigenlijk bestaat in het heelal. De donkere materie, een massa zonder massa, is onbekend. Wat ik zei, iets die houdt alles bij elkaar, die is 22%. En het zichtbare licht is alleen maar bijna 4%. Is heel beperkt. Goed, dat was het theoretische gedeelte. En nu nodig u uit om gewapend met zo'n gereedschappen, kennisgereedschap, gaan we het heelal verder verkennen. Niet zo ver van ons, relatief gesproken, in onze dichtbij de aarde, is Saturnus. En de Hubble-telescoop heeft een mooie foto genomen waar u ziet de aurora borealis, of de noorderlicht. Eigenlijk, wij zouden met een gewone telescoop dit niet kunnen zien. En ook met de Hubble, als wij zouden reizen naar de Hubble, zouden we ook met onze ogen niet kunnen zien, omdat de noorderlicht hier in Saturnus is ultraviolet licht. Zou u een vogel zijn, dan misschien wel met adelaars ogen. Gaan we verder kijken. En dan zien wij ook de vergelijkbare situatie in Jupiter. De reuzen van onze zonnestelsel. Gaan we iets verder. Gaat u mee op reis en zien we Andromeda. Wat Hubble zelf had ook gezien. Andromeda is onze zuster sterrenstelsel. Wel wat groter dan de Melkweg. En de Hubble heeft ons getrakteerd ook met mooie foto's in gedeelte van de Andromeda. En u ziet mooie sterrenstof en heel veel sterren. En aan de linker onderste hoek ziet u dat dat gedeelte meer verlicht is. Hier zit u in zoom. En waar is die meer verlicht? Omdat daar in het midden van de sterrenstelsel is een zwarte gat. Dat maakt een zwarte gat is een object, gat als het ware, met een hele grote concentratie van zwarte kracht. Zo groot dat niet eens het licht van daar kan ontsnappen. En alles daaromheen wordt opgezwollen. Stel je voor, is zoals u gaat in de ochtend zich gezicht wassen of scheren. U vult de wasbak met water. En dan vult u de wasbak met water. En dan maakt u die open. En ziet u kronkelen dat het water door het gat van de wasbak weggaat. Alles wordt zo het gat ingezogen, als het ware. En dat is wat wij hebben kunnen zien. Tenminste, de accumulatie van sterren wijst dat er iets zoveel, zo'n grote zwarte kracht is, dat alle sterren daar naartoe worden geconcentreerd. Ook mooie foto's genomen. Maar in de ruimte is niet alles romantisch. U ziet dat soms ook hele gewelddadige situaties zich voordoen. In dit geval is een mozaïek van collisies tussen sterrenstelsels. Sterrenstelsels zijn gebotst en sommige zijn gemengd. En dat was, stel je voor dat uw planeet, dat de aarde in een van die sterrenstelsels zou zijn. Maar ik ga u wat vertellen. Want de Andromeda, die we net hebben gezien in de vorige foto, die nadert ons. En die gaat ooit botsen tegen de Melkweg, onze sterrenstelsel. Maar geen zorgen, dat zal nog heel, heel lang duren totdat zoiets zou gebeuren. Misschien de mensheid zal niet meer bestaan. Dat is best mogelijk. Wat heeft ook de Hubble gemaakt? Dit is een iconische foto van, noemen ze het Deep Field,
En de Hubble heeft gezegd, de astronomen, de NASA en ESA, hadden gedacht, laten wij de telescoop richten op een punt in het heelal die redelijk onbekend is en op eerste gezicht niet interessant. De Hubble is daar naartoe gericht. Was niet veel, ze hebben een plaats gekozen waar weinig sterrenstelsel waren of te zien waren. En niet vergeten dat de Hubble draait rondom de aarde. En die heeft alleen maar een beperkte tijd, wanneer die aan de kant van de aarde is, waar het donker is, om daar te focussen. Dankzij de apparatuur die Hubble heeft, kan die blijven opnemen op dezelfde plaats, elke keer als die om de aarde draait. Blijft opnemen, opnemen. En zo, op dezelfde plaats, heeft hij meer dan 100 opnames gedaan. En men heeft ontdekt dat op zijn minst daar, op dat gebied, 3000 sterrenstelsels waren. En dat gebied is alsof u zo zou doen, de dikte van een munt van 10 cent, en door dat gat zou kijken. Later, 2004 is ook een opname gemaakt van een ander gebied en heeft de Hubble ook zo'n mooie iconische foto. Ik zeg iconisch omdat die zo vaak wordt vertoond en dat wijst dat wij eigenlijk niet in uitzondering zijn, maar wij hebben heel veel, veel sterrenstelsel in het heelal en misschien daar ook bewoonbare planeten. En in dit geval, met de nieuwe camera, was toch alsof dat gebied de opname is van een gebied alsof u kijkt door het rietje van een cocktail. Zo, door het rietje, dan kunt u dat gebied zien en daar vindt u al 10.000 sterrenstelsels. Je hebt gesproken in het begin over zwarte materie. En de zwarte materie die interacteert met zwarte kracht. Verder niet, dat is zo onbekend. Zwarte materie is niet te zien, is alleen te ervaren als het ware door het gedrag van objecten daaromheen. Dan dachten de astronomen en wetenschappers, daar moet iets zijn in materie die maakt dat bepaalde objecten in het heelal zich zo gedragen. Bijvoorbeeld, een sterrenstelsel, spiraalvormig, laten we zeggen, die blijft draaien. Maar de snelheid aan de buitenkant van de sterrenstelsel moet eigenlijk langzamer draaien, omdat minder massa aan die kant is. Maar vreemd genoeg, de armen van de sterrenstelsel hebben een grotere snelheid dan wat zij normaal gesproken zouden moeten hebben. Dat minder sterren daar zijn aan de rand, dus minder massa en minder snelheid. Een voorbeeld. Stel je voor, u bent aan het rijden met een auto, een standaard personenauto, en u heeft een bocht. Vrij snel. Laten we zeggen, u rijdt op 70 km per uur. U heeft een bocht, u voelt de kracht. Hè? U voelt als het ware, als u wat sneller zou gaan door de bocht, op hogere snelheid, de auto kan kantelen. Maar dat gaat wel. U kan verder rijden. Stel u voor, kort daarna komt u, maar met een vrachtwagen. En op dezelfde snelheid, 70 kilometer per uur, wilt u de bocht opgeven. Dan zal misschien wel gebeuren door de kracht en het gewicht van de vrachtwagen en de snelheid en de bocht dat toch de vrachtwagen zal kantelen. Maar stel u voor dat dat niet gebeurt en dat de vrachtwagen toch stabiel blijft.
u zou denken, ja, hoe komt dat? Dat kan alleen als er een kracht is die de vrachtwagen toch stabiel houdt. U ziet de kracht niet, maar het moet het zijn, anders zou de vrachtwagen kantelen. En zo is de zwarte materie. In het geval van de sterrenstelsels ziet u dat zij, de zwarte materie, zorgt dat de sterren blijven toch netjes meedraaien. Een andere ontdekking van de Hubble, die eigenlijk de theorie van Einstein heeft bewezen in de praktijk, is dat het licht gebogen wordt. En ook dat donkere materie kan ook het licht buigen. In het geval van deze foto, het is een bekende foto ook, de naam is Sunburst Arc. Het is in het effect die het licht kreeg. Wat u ziet, die lijnen in een boog, die is, zijn eigenlijk sterrenstelsel of sterren. Die zijn heel ver tussen ons, laten we zeggen, of de Hubble-telescoop. Die ster zijn andere grote sterren met hun eigen zwaartekracht. Dus als het licht van de ster achter wil reizen tot aan de telescoop, die moet langs die grote voorwerpen die daartussen staan. En dan ontstaat dat de zwaartekracht van deze objecten het licht laat buigen. En dat is wat u ziet in deze foto. Het zijn geen punten, maar lijnen, omdat het licht gebogen is. Dat is de bekende Sunburst Arc. Dit is ook een van de mooiste foto's die de Hubble telescoop heeft gemaakt. Is ook een foto die later op aarde kleur heeft gekregen. Ook gebaseerd op de, wat ik zei, op de studies van het spectrum. En om te herkennen wat voor gassen daar zijn, etc. In dit geval praten wij over de pilaren der creatie. In de constellatie Adelaar, de Adelaar Nebula, de Adelaar Nebula. En waarom de naam pilaren der creatie? Omdat daar worden sterren geboren. Wat u ziet hier op de foto, die pilaren, de drie pilaren, zijn gas en sterrenstof. Onder andere zuurstof, waterstof, stikstof. En u ziet dat dit mooi verlicht is, omdat achter grote sterren zijn die sommige geboren zijn en schijnen op volle glorie. We gaan inzoomen en verder bekijken met meer detail de linker toren. Trouwens, de lengte van de toren, hier ziet er zo mooi uit en zo klein, maar van de basis tot aan de top zou 4 lichtjaren zijn. Dus het licht zou 4 jaar doen om totdat de top te komen. Hier zien we met meer detail de top. En u ziet kleine uitstulpingen. Zoals antennes op de top. En elke antenne is gas en sterrenstof die daar klontert. Binnen dat ontstaat tussen de atomen van de elementen frictie en ontstaat een soort kernreactor. En dan begint de ster zich te vormen binnen zo'n kokon. Dat is prachtig. Binnenkort is moederdag, dus dit is een mooie foto om te zien de geboorte van een ster. Dit is dezelfde structuur, pilaren der creatie, maar in dit geval is opgenomen met een infraroodcamera. De Hubble-telescoop kan natuurlijk niet alleen op een bepaalde manier naar de objecten kijken, maar ook met andere camera's, zoals wij later op aarde kunnen de verschillende lichten zien. Lichten die meer in de ultraviolet zijn, lichten die meer
in de infrarood zijn. En zo kunnen wij door samen te voegen een beter beeld krijgen over wat wij zien en niet zien tegelijkertijd. Ga hier in heel korte animatie laten zien over bezoek van de, naar de pilaren der creatie. Dat was het. Mooi beeld. Ook de Hubble telescoop trakteert ons met dit speciaal gebeuren. Wie heeft dat niet gedaan? U heeft wel eens gespeeld, of kleinkinderen, kinderen, uzelf, met bellen blazen. Een beetje wasmiddel of zo, water, en met een rietje in bel blazen. Nou, dat is wat wij nu zien. Het is een bel in het heelal. Een bel is klusachtig, een aantal lichtjaren breed. En dat is ontstaan ook omdat buiten de bel is gas en sterrenstof. Gas die een hoge dichtheid heeft. Misschien een ster binnen is ontplof of plasma eruit gestraald op gassen die minder dicht zijn dan de omgeving buiten. Zo'n tonnen gassen worden uitgestraald en die gaan botsen tegen de buitengas, buitenomgeving met een hogere dichtheid van gas. En dan kan die niet ontsnappen en ontstaat een soort bel in de ruimte. Wij zien de Orion Nebula op 1500 lichtjaren van ons. En wij hebben gezien in de pilaren der creatie sterren die in de cocon zijn. Die worden, als het ware, zijn embryo's van sterren. Maar die zijn nog niet geboren. En nu gaan we kijken in de Orion Nebula. Nebula is trouwens dus een wolk waar heel veel sterrenstelsels en sterren worden geboren en waar veel gas en sterrenstof is. En in de Orion Nebula zien we wel, gaan we even selecteren, dan ziet u een punt in het midden, gaan we die uitvergroten en dan ziet u aan de linkerkant dat de ster net geboren is. Hoe herkennen we dat? Wij zien dat rondom de ster, en in dit geval vooral boven, aan de boven, iets naar links, is een soort boog van wolken, is omdat de ster die blijft nog met een, als een kernreactor en straalt uit plasma en maakt zich een weg open binnen gaseuze omgeving wat die zich verkeert. Dus wij zien hier duidelijk hoe een ster geboren wordt. Daar is die. Dit is weer een andere opname. En u ziet ook, u herkent, zoals ik zei, de boog waar de ster zich een ruimte maakt en open gaat. Dan gaat het plasma en atomen en deeltjes gaan natuurlijk botsen daar en weer drukken op de buitenomgeving. Soms gaat de buitengas en de buitenrand verdwijnen, maar door de drukte kan ook zijn dat die klonteren en ontstaan nieuwe sterren, satellietensterren, zeg maar. Nieuwe sterren naar de eerste ster. Maar het kan zijn dat ook deeltjes zich groeperen en vormen planeten. En dat is hoe onze eigen zonnestelsel ooit geboren is. Hier één korte stuk ook. We gaan mooi op reis samen deze. Even kijken. Nou, daar gaan we.
samen, muy oprijs via de Orion Nebula. De kleuren dat u ziet, de kleuren die u ziet, zijn kleuren die door de computer gegeven worden. Sommige kleuren zouden wij niet kunnen zien, maar dankzij de technologie, de spectrograaf, kunnen we nu ervan genieten. Wij bezoeken nu een nebula die eigenlijk te zien is of te zoeken is via de zuidelijke kant van de aarde. Laten we zeggen, de half rond van de aarde heeft eigen constellaties dat u kan zien. In dit geval de Carina Nebula, mooie naam trouwens, die is te zien vanuit telescopen vanuit het zuidelijke half rond. In dit geval heeft de Hubble ook mooi de geboorte van een ster gezien. En u ziet hier aan de rechterkant hoe ver de ster zich de ruimte klaart. En als laatste gaan we naar de Magellanse Nebula of wolk. Dit is de meest recente foto van de Hubble-telescoop. En wij hebben die dankzij ESA hier kunnen tonen. Het is een hele mooie foto waar u ziet aan de linker onderste kant blijkt dat een ster ontploft is. En hier zouden wij ook zien dat er materie is die klontert, waar weer coconen worden gevormd om nieuwe sterren te vormen. En dan zien we hier in deze zoom, zien we in het midden waar het meest licht is, zien we zo klontertjes. En daar zijn dus waar de materiaal zich verzamelt. Dit is ook een mooie opname in tractatie van ESA. En graag willen wij met u dit genieten. En daar gaat. Laten we meer mee op reis naar de Magellanse. Je ziet zoveel sterren. Er zijn meer sterren in het heelal dan zandkorrels op aarde. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk. En deze tractatie is dankzij het Hubble telescoop. Hier ziet u belangrijke links dat u kan bezoeken. Als u meer informatie wil of foto's, kunt u ook deze sites bezoeken. Ze zijn heel toegankelijk. En dan zou u ongetwijfeld van verder kunnen genieten. Ik heb geprobeerd u even enthousiast te maken, even een idee te geven over wat wij kunnen vinden in het heelal. Er is nog veel, veel meer te zien, uiteraard. Maar u kan rustig gewapend met deze informatie dan die sites bezoeken van de NASA, van de Hubble, van de ESA, maar ook onze website kattevenen.be, omdat wij ook mooie foto's hebben geplaatst voor u. Bedankt. De volgende keer, volgende week gaan wij praten over de toekomst van de ruimtewaarneming. De opvolger van de Hubble-telescoop. Heel boeiend, want er zijn dankzij de Hubble toch vragen beantwoord, maar veel meer vragen die nog te beantwoorden zijn. En we gaan genieten met nieuwe beelden volgende week en nog meer praten over de opvolger, de James Webb-telescoop. Dank u wel en ik wens u goede gezondheid en hopelijk zie ik u volgende week. Bedankt.